moeder van 2 kinderen. Hi, ik ben Maren, moeder van 3 kinderen. Ik ben Samantha, moeder van 3 kinderen. Ik ben Esther, moeder van deze 3 dochters. Kijk je mee? Ja. Het eerste moment dat ik me echt moeder voelde, toen werd zij geboren. Want jij bent mijn eerste... kindje. Mijn eerste kindje. Ik ben thuis bevallen van haar. Ik ben trouwens van alle 3 thuis bevallen. Ik denk wel dat je je kan voorbereiden op het moeder worden. Maar op de bevalling, geen enkele bevalling is hetzelfde. Geen enkele persoon ervaart de bevalling hetzelfde. Bij de eerste duurde het echt heel erg lang en dat deed heel veel zeer. De pijn van een geboorte, dat vergeet je gewoon niet. Het voelt een beetje alsof er een soort vrachtwagen over je heen is gereden. En om heel eerlijk te zijn, toen hij op mijn buik werd gelegd, wilde ik hem eerst helemaal niet vasthouden. En het eerste uur wilde ik hem ook geen naam geven. Ik zeg hallo. Hallo. Ik moet zeggen, ik voelde niet gelijk mijzelf moeder. En ik denk dat dat te maken heeft met dat hij in een couveuse kwam te liggen. En ja, ik was er ook wel best wel verdrietig om, want ik voelde me slecht. En waarom voel ik geen band en geen connectie met mijn kind? Maar toen ik me echt voor het eerst moeder voelde, is toen we thuis waren met hem. Je kind gaat voor het eerst in bad. Dat was wel echt het moment dat ik dacht, ja, ik ben een moeder nu. Je hoort heel veel vrouwen zeggen van nou, op het moment dat het kindje er is, voelt je lichaam nooit meer hetzelfde. Ik heb gewoon heel erg veel mazzel dat mijn lichaam nog precies hetzelfde is als voor mijn 3 zwangerschappen. Mijn borsten hangen best wel erg. Dat is wel echt een groot verschil. Na mijn zwangerschap merkte ik dat ik veel emotioneler was. Ik storm me best wel aan mijn strié. En ik weet dat heel veel moeders zeggen van ja, je moet trots zijn op je tijgerstrepen, want die heb je gekregen door je kinderen. Nou ja. Ik ben nog jong en ik hoef geen tijgerstrepen op mijn buik te hebben, want ik vind het gewoon echt heel lelijk. Ik kan daar best wel onzeker over worden. Soms sta je echt als voor de spiegel en denk je, shit. Maar ja goed, dan komt er weer iets anders en dan krijg je weer een mooie lach van je kindje en dan accepteer je het.